Y'a smoke weed, cold and bitter melody. Ik zit hier tussen de mannen van 2000 Watt voor Stamedia. Mannen, jullie muziek bevat heel veel Amerikaanse invloeden. Toch blijven jullie rappen in jullie eigen Nederlandse taal. Is er een specifieke reden voor? Ja, zeker. Je kunt je eigen niet echt uitdrukken zoals je wilt in een taal die niet uw taal is gewoon. Was het 2000 watt? En niet 1000 watt of 100 watt? Of 2000 watt? Jullie groep heet 2000 watt, zoals jullie er juist verwezen. Is er dan ook plaats voor echt Antwerps dialect tussen de teksten? Ja, maar we proberen ook echt verstaanbaar te zijn. Dat is echt belangrijk dat je verstaanbaar overkomt. Dus, we proberen wel af en toe dialectwoorden of gewoon woorden te gebruiken die wij gewoon gebruiken in ons gewoon dagelijks leven. Maar zoals cookenback of meerdere woorden, maar het is niet echt dat we zo dialectwoorden gaan gebruiken. Ja, 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 iedereen misschien wat ik hoop. 2000, ja, 2000. De teksten bevatten heel veel maatschappijkritiek. Is daar een reden voor? Dat is op die nummers dat de mensen ons aanspreken, maar uiteindelijk zijn er misschien twee nummers op onze cd met echte maatschappijkritische teksten. Weet je. En, ja, dat is wel gemeente, de dingen die we erin zeggen ofzo. Dat is niet om te gaan provoceren ofzo. Ja, dat is gewoon, ja, schrijf dat gevoel, hè, zou ik maar zeggen. Grote pik dan wel, moet er recht aan wel. Pak je bij je nek, je wordt er recht gevuild. Binnen aan de muur is een zicht en is zeker waar. En je moet opletten met wat je zegt of schaap. Want ik lig op de loer en ga. We staan hier nu in Ekeren. Wat mogen we alsjeblieft van jullie verwachten? Een zware show. Cookenback. Cookenback. Ja, dit was Kamal in Ekeren met 2000 Watt.